Regen, regen en nog meer regen. Dat is een beetje de samenvatting van de afgelopen dagen. Campings ervaren wateroverlast door het ongebruikelijk hoge waterpeil in mei. Maar ook pontjes blijven door de zware regenval van de afgelopen dagen noodgedwongen aan de kant. Afgelopen dagen is er enorm veel regen gevallen. Niet alleen in de regio, maar ook in Duitsland kwam het met bakken uit de hemel. Al dat water stroomt nu deze kant op, waardoor er hoog water ontstaat. En daar vinden sommigen weer overlast van. Zo ook het pontje tussen Druten en Dodewaard. We moeten ons af en toe erbij neerleggen dat de natuur het van ons wint. En dat is jammer. En dat is met name jammer voor de passagiers, maar ook onze vrijwilligers die dit werk met heel veel plezier doen. Maar dat is wel de realiteit. Je kan niet door blijven gaan met verder de rivier op. Dat houdt op een bepaald moment op. Dus het schip kan wel varen. Het stroomt wat harder, maar ook onze schepen kunnen dat wel aan. Puur is dat onze oevervoorzieningen te laag liggen. En ja, mensen niet veilig of in ieder geval niet droog aan boord kunnen komen. Ook in Nijmegen zijn er maatregelen getroffen vanwege het hoge waterpeil. Zo zijn de delen van de Waalkade afgesloten en zijn de strandjes onbereikbaar. Op camping De Grote Altena in Oosthout werd vandaag geëvacueerd. Campinggasten die met de caravan in het water stonden, kregen een nieuw plekje aangeboden. Nou ja, ik denk ik wacht nog eventjes af. Ik heb nog een centimeter of 10, 15 te gaan tot die de bodem bereikt. En dan zien we het wel. Maar ja, de eigenaar van de camping zegt van ja, het wordt wel erg kritiek, erg nat. Dus we hebben keurig netjes een plaats aangeboden gekregen. En dan zien we het wel hoe het verder gaat. Geen probleem. Ja, nou, hap uit de taart natuurlijk. Het is heel vervelend. En ik moet mensen teleurstellen, want mensen kan ik nu niet ontvangen. En niemand kan mij de garantie geven dat het volgende week niet weer gebeurt. Om de waterstand een beetje te kunnen controleren wat er gebeurt, heb ik even een stokje in het water gezet. Dat was de waterlijn. Dat was gistermiddag. En nu zijn we 24 uur verder en dan zie je wat toestroomt in die oven. Dus dan weet je dat het langzaam verder gaat en verder gewoon afwachten. Maar angst voor het water, daar reageerden de campinggasten wisselend over. Gewoon constant de waal in de gaten houden van komt hij op ons plaats of komt hij niet op ons plaats. Het water in deze rivieren stijgt langzaam, dus je hebt altijd een paar uur de tijd om te evacueren. Dus, Nee, totaal niet. Nee. We zien het aankomen en dan gaan we gewoon weg naar huis. Maar ik heb het wel als heel spannend, eng en enerverend ervaren gisteren. Nou, ik baal er verschrikkelijk van. Dus moet ik mijn gasten teleurstellen. Voor mij is het niet zo ramp, maar mijn gasten vind ik het verschrikkelijk. En hij is mijn vriend en vijand, hè, de wal.